Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 29 september van Weerplaza. Het weer wordt vandaag bepaald door een hoogdrukgebied boven onze omgeving. Het zorgt voor weinig wind, dus rustige omstandigheden. En het is ook koud, we hebben een primeur, de eerste vorst van dit herfstseizoen in Twente. Verder ligt de temperatuur vanochtend rond een graad of 10 en schijnt de zon volop op veel plaatsen, alleen in het noorden zijn wat meer wolken te bekennen. Het blijft wel droog vandaag en ook vanmiddag kunnen we genieten van veel zonneschijn en de temperatuur stijgt naar 15 graden in de kustprovincies tot zo'n 17 verder landinwaarts. En de wind die houdt het ook vanmiddag kalm, komt uit uiteenlopende richtingen en er staat niet meer dan windkracht 3. Vanavond is het vrij helder en rustig, er zijn weinig wolken en de temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt opnieuw. Aan de grond kan het licht gaan vriezen. In de kustprovincies hebben we hogere temperaturen. Morgen dan begint de dag ook met veel zonneschijn en de temperatuur loopt in de middag op naar 16 tot 18 graden. Wel zien we in de middag wat meer wolken vanuit het noorden, maar het blijft tot de avond op veel plaatsen droog. In het noorden kan in de avonduren een spatje regen of motregen vallen. Maandag en dinsdag, dat zijn wisselvallige dagen, met verspreid over het land een paar buien. En er staat ook veel wind vanuit het westen tot noordwesten. Het is ook koel, met 11 tot 12 graden op de maandag en 13 tot 15 op dinsdag. Op woensdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het nagenoeg droog. Ik ben Diana Boy van Weerplaza.